luistert naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Cor Spronk, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met... Maureen Ilboega, met een I met een hoofdletter, een puntje boven en een omgekeerd dakje boven de G. Voorheen volgens mij Maureen Lubbers. Ja, klopt. Ik heb natuurlijk even goed even gegoogeld. Gemagedekt, ja. We zijn hier te gast op jouw kantoor bij Booking Experts in Enschede. We kennen elkaar, hè, kennen. Ik zag dat we op 11-4 zijn via LinkedIn zijn we gelinkt. Mm-hmm. En we hadden daarvoor bijvoorbeeld wat contact over Just in Place. Dat is een systeem om webinars te geven en dat bijna dat het à la televisie uitziet. Is toen verder niet tot een opdracht gekomen, maar je viel me wel op. En toen ik begon met de podcast voor DGA's, toen denk ik, daar moet ik Maureen, moet ik daar eens eventjes in hebben. Leeftijd? 38. Woonachtig in Enschede, getrouwd met Ali Ilboega, die jouw man. Twee kinderen, een zoon en een dochter, zag ik. Heb je hobby's? Sporten. Ik sport veel. En vooral sport? Ik doe fitness en crossfit en boksen. Alle drie. En voor de rest heb ik niet veel hobby's, maar dat is voornamelijk werk. Werk haal ik ook heel veel energie uit. Vind ik ontzettend leuk om te doen. En mijn kinderen, daar besteed ik alle tijd die ik heb, besteed ik aan hun. En dat Als de kinderen dit horen, laten ze... Hobby mag geld kosten, dus als kinderen hobby zijn, dan weet je kinderen... Kosten ook geld, hoor. Jullie mogen geld kosten. Ja, zeker. Voetbalclub? Twente, hè. Twente, ja. Enschede. Ja, daar blijf je wel trouw aan, ook al is het niet helemaal je van het paar. Spelen jullie nog in de hoogste competitie? Ja, sinds vorig jaar weer. Ja. En muziek? Muziek, de echt favoriete muziek heb ik niet. Ik luister van alles. Ik vind het ook gewoon lekker prettig om de radio aan te zetten. Dat je gewoon van alles een beetje hoort. Dan dat je echt specifiek een bepaald iets hoort. Maar als ik dan wel een artiest mag kiezen, dan vind ik zelf Anouk altijd erg prettig om te luisteren. Ben ik ook vaak naartoe geweest toen je nog wel naar concerten mocht, zeg maar. Ja. Dat vind ik zelf altijd een erg mooie muziekkeuze, zeg maar. Ja. Maar ook omdat Anouk een powervrouw is? Misschien wel. Het trekt mij wel aan. Zij heeft wel, staat haar mannetje ook wel. En heeft ook wel voldoende in haar aanloop in haar leven meegemaakt. En staat wel ergens voor. Daar hou ik wel van. Ja. Oh, misschien mooi. Dat dat wel mee te maken heeft, inderdaad. Auto? Een BMW. BMW? BMW, ja. Welke? Ik zelf rij een X5. En dat vind ik een fantastische auto. Een M5, een M-model. Als meisje er altijd al helemaal gek van geweest. Dus, ja. En Ali? Ali rijdt sinds kort een Porsche. Panamera, ja. Kijk, leuk, lekker. Ja. Boeken, lees je boeken? Te weinig. Dat sowieso. Dat is een kwestie van tijd vaak. In een getij dat ik echt vakantie... Ja, wel op vakantie, dan lees ik wel vaak boeken. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik mij wel snel verdiep in managementboeken. Ik mag graag kijken hoe andere bedrijven, zeg maar, bepaalde dingen hebben opgebouwd. Het boek over Netflix of over Walt Disney of over dat soort dingetjes. Weet je wel, dat vind ik zelf interessante boeken. Ik ben niet zo van de verhalen. Ja, andere boeken die ik lees, dat is dan met de kinderen. Ja. Het voorlezen en het samenlezen. Maar op biografie niet, dan of echt managementboeken? Dus bij dingen, echt leerboeken, zeg maar. Het leerboeken wel. Ja? Ik ben daar wel van, zeg maar. Om te kijken van, hoe doen hun dat en hoe doe ik dat? En kan ik daar iets van meenemen? Wat ik misschien, zelf of doe ik misschien al bepaalde dingen zo? Dat vind ik fijn om te lezen, ja. Heb je dan ook iemand waar je een idool bij zegt, nou, daar kijk ik eigenlijk wel, daar heb ik heel veel van geleerd, daar kijk ik wel tegenop? Nou, tegenop niet. Waar ik wel veel uit heb gehaald is, zeg maar, het verhaal Netflix. Hoe zij zich ontwikkeld hebben in dat boek. Puur en alleen omdat je daar, zeg maar, wat ik belangrijk vind is dat je heel erg open staat voor ideeën van een ander. Als jij altijd alleen profileert, natuurlijk heb je een visie en een idee waar je naartoe moet gaan en al dat soort dingetjes. Maar als je je ogen niet openhoudt voor ideeën van een ander, die daar anders tegenaan kijken of met een frisse oog tegenaan kijken. Als je daarvoor afstond, dan mis je heel veel. En in het verhaal van Netflix is er een situatie gekomen waarin iemand van een
supportafdeling, zeg maar, een idee gaf aan de directeur waarom jullie bepaalde dingen doen. En hij had daar geen antwoord op. En op die manier zijn ze het hele proces weer eens opnieuw gaan doen. En zo is Netflix gaan streamen in plaats van DVD's opsturen. En gewoon het feit dat je iets aanneemt van iemand die... Ja, mensen kijken daar vaak, als iemand zegt ik werk op een callcenter van de KPN, dan is het zo, maar dat wil niet zeggen dat iemand geen goed idee heeft of een juist perspectief heeft. Of dat kan van alle lagen van je onderneming komen. Dus het is niet altijd zo van, goh, wie staat bovenaan of het is een manager, daar moet ik naar luisteren. Het is juist, begin onderaan. Die mensen hebben vaak een heel ander idee en een visie over bepaalde dingen waarom je iets doet. Ja. En dat vond ik zelf tenminste heel leuk uit het boek. En dat heb ik ook altijd hier binnen het bedrijf altijd gezegd. Van weet je, een proces doe je, maar wil niet altijd zeggen dat het goed is. Het is vaak gegroeid en het is vaak verbeterd en al dat soort dingen. Maar dat wil niet zeggen dat wat we aan het doen zijn. We doen wat we moeten doen en we komen vooruit, dus we gaan goed. Dus dat is een ding wat je wel kunt meten. Maar het wil niet zeggen dat het het beste is wat we aan het doen zijn. Natuurlijk kan het aan alle kanten verbeterd worden. Als je maar niet tegen mij zegt, van je doet iets niet goed. Je moet tegen mij zeggen, dit doe je niet goed, maar ik denk dat het op deze manier beter kan. Dan zeg ik, oké, gaan we proberen. Of ik zeg, ja, hebben we al gedaan, dat werkt niet. Of iets van, maar we kunnen altijd proberen. Ja. Processen moet je gewoon verbeteren, constant. Ja. En het hoeft niet altijd van de hoogste laag te komen, hoe dat er dan uit moet zien. Ja, dan zou je zeker zeggen, wel zijn. Het is, we hebben in het bedrijf hebben we wel een rol of een taak. En de ene is niet hoog of de ander is niet laag. Maar je hebt andere verantwoordelijkheden en andere werkzaamheden die je doet. Ja, wij hebben daarom ook bewust gekozen om niet te werken met titels. Bij ons is niet, we hebben niet een manager die er hoog staat of wat dan ook. Bij ons ben je gewoon, het komt op de een of andere manier wel een natuurlijke hiërarchie uit, zeg maar, van wie daar een bepaalde leiding neemt of die zich prettig voelt in het leiding nemen en wie niet. We proberen daar echt individueel ook met personeelsleden naar te kijken van waar liggen je kansen. Als jij niet een leider bent, moet je dat ook niet gaan doen. Daar word je niet gelukkig van. Dan ga ik je ook niet neerzetten om te zeggen van ga deze afdeling eens die kant op brengen. Als je daar niet happy van wordt. Dus dan veel liever kijken wat is wel jouw kracht en je daarin zetten. En dan je mee laten nemen door een ander bijvoorbeeld. Maar ik geloof gewoon dat je dingen met elkaar doet. En dat een titel niet zoveel zegt over hoe je in het bedrijf staat of wat je belangrijkheid is of iets dergelijks, zeg maar. Oké, ik kom er zo meteen nog op terug. Mm-hmm. Dat denk ik wel in als we het hebben over het DNA en wat het bedrijf doet. En we gaan nog zeker nog over booking experts gaan we het hebben. Eerst nog even terug, uit wat voor nest kom je? Heel erg... Wat ben je er eentje van? Eentje van Lubbers, uit Enschede. Mm-hmm. Mijn vader is vroeger. Mijn moeder was gewoon huismoeder en ik heb twee broers. Uit een heel vertrouwd gezin, heel veel samen doend, heel veel bij elkaar zijnd. Heel beschermd opgevoed eigenlijk, dat wel. Uit Glanenbrug, grotendeels uit Glanenbrug, in Glanenbrug gewoond. Dat is wel een beetje waar ik vandaan kom. Ja. Deed je vader bijvoorbeeld van werk? Mijn vader zat in de bouw, nooit gedwongen eigenlijk. Die zei altijd, ik ga nooit de bouw in, maar de situatie thuis vroeger was gewoon anders en dan moet je bijspringen als kinderen. En toen was hij 14 en is hij toch de bouw ingegaan, is hij vroeger geworden. Wel eentje zeg maar die alle ouderwetse voegen heel erg goed beheerste. Nee, de knipvoegen, ja. Dag het werk, al dat soort dingen. Dus hij voegde heel veel voor monumentenzorg. Mijn broer is daar heel jong al ook in meegegaan. Die had daar ook echt zijn feeling mee. Die zat ook al met zijn 12e op de bouw. Echt altijd met mijn vader samengewerkt ook. En die is nog een keer in de krant toegekomen dat hij als jongste ooit voor monumentenzorg aan de slag mocht, zeg maar. Ja, leuk. Ja, dus die was ook degene die toen hij de opleiding voor de bouw deed. De jongen die de leraar moest vertellen wat een knipvoeg was. Want de leraar wist het wel in het boekje, maar kon dat niet uitvoeren. Nee. Dus toen zei mijn broer, ik kan dat wel. Dus zei hij, dat geloof ik niet. Doen, zal ik in mijn voegje doen. Ja. En wij hebben op school gezeten op de oude ambachtsschool in Enschede. En dat is dan ook nog echt een hele oude school met een knipvoeg. En daar was een stukje kapot. En dat was zijn examenopdracht van repareer ons die muur. Ja, mooi. Dus dat kon hij echt fantastisch mooi doen. Als helemaal een jongen van 15, 16. Ja, dat is natuurlijk abnormaal dat hij zulke ouderwetse dingen kon. Ja. Maar daar was mijn vader wel echt eens in gespecialiseerd, zeg maar, het echte oude werk. Ja. Ja. Ik heb het niet goed gedaan, maar ben je de jongste? Middelste. Ik heb een oudere broer en een jongere broer, ja. Oké. En wat voor school heb je gedaan? De MAVO ben ik in begonnen.
Ik had in mijn perceptie dat ik een hele goede kapster zou worden. Toen zei de leraar op school, daar ga ik geen toestemming voor geven. Want ze gaan eerst de MAVO doen. Maar ik vond het allemaal nog wel eng om naar de hogeschool te gaan. En vanuit Glanenbrug helemaal naar Enschede en mijn uppie en al dat soort dingen. Dus ik heb ervoor gekozen dan toen uiteindelijk na veel discussie om de MAVO te doen. En toen zeiden ze, als je dan de MAVO klaar bent en je wil nog steeds naar de kapster, dan zorg ik dat je op een kappersopleiding komt en niet op een basisopleiding daarvoor. Maar goed, toen had ik al wel door, kapster wordt hem niet voor mij. Want ik kan nog niet eens een papiertje rechtknippen. Dus om dat nou iemand op zijn haren aan te doen, dat is hem ook niet natuurlijk. Koep Glanenbrug, zo word je zo'n lustkapper genoemd. Hè. Daar wordt ook niemand blij van. Dus toen had ik al wel vrouwen door van, ja, dat wordt hem dus ook niet. Dus eigenlijk uit noodzaak van, ja, niet echt weten wat je dan wel moet doen. Toen dacht ik, misschien boekhouder of zo. Dus toen ben ik de MEAO gaan doen. Na het eerste jaar, toen dacht ik, wel, boekhouder wordt hem dus ook niet. Dat ja, vond ik hele droge stof. Dus dat, maar ja, toen had ik de keuze nog of om secretaresse te worden of om banken en verzekeringen te doen. Secretaresse zag ik mezelf niet echt als zijnde van de hele dag andermans dingen doen. Dat wordt hem ook niet voor mij. Dus nou, dan ga ik banken en verzekeringen doen. Dan heb ik in ieder geval mijn MEAO afgerond en dan kijken we daarna wel verder. Ik merkte wel dat ik dat vrij makkelijk vond om te doen. Dus ik heb daar naast, zeg maar, naast de opleiding verschillende cursussen gevolgd. Dus uiteindelijk met 5 diploma's de opleiding afgerond, waar anderen de eentje hadden of misschien 2. Toen wou ik doorstromen naar het HBO. Is dat een soort van bewijs? Ik kan het wel of zo? Nou, ik vond het gewoon zonde om het niet te doen. Je gebruikte heel veel materialen, zeg maar, waar je ook externe diploma's voor kon halen, die me dan weer verder brachten op het moment dat ik wou gaan werken. Dus ik dacht, ja, weet je, als ik het toch moet leren voor school, waarom dan niet even een stapje extra doen? Terwijl er zit in mij om te leren en informatie opzuigen. Ik vind leren en lezen heerlijk. Dus helemaal toen, daar had ik alle tijd voor. En mijn ouders zaten daar ook altijd wel op in, zeg maar. Want die zagen wel dat ik dat in mij had. En die waren ook heel erg van, zorg dat je voor jezelf kunt zorgen. Mijn ouders kwamen in een situatie dat mijn vader, die werd heel ernstig ziek. Toen was hij 30. Toen kreeg hij kanker. En mijn moeder was niet in de positie, zeg maar, om het gezin te onderhouden. Dus ze kwamen in de WHO terecht, dus dat is geen vetpot natuurlijk. Maar goed, we hebben ook niet honger geleden of dat soort dingen, dus dat is ook niet het andere uiterste. Alleen mijn moeder zei altijd van, zorg nou, want zij was met 14, moest naar huis, want groot gezin en dan moet je helpen in de huishouding. Dus dat was voor mijn moeder wat gekozen werd. Is niks op aan te merken, gebeurde gewoon in die tijd, klaar. Net als mijn vader mee moest de bouw in. Maar ze zei, ik wil dat nooit voor mijn dochter. Dus zorg dat je altijd voor jezelf kunt zorgen. Want als jij in een situatie komt waarin het niet meer kan, ze zegt, dan heb je in ieder geval een basis. Als jij kunt laten zien, ik heb mijn MAO afgerond of ik heb een HBO afgerond, dan laat je zien wat je potentieel is. En ook al doe je er niks mee, op een dag heb je het nodig. En dan kun je in ieder geval laten zien, dit kan ik. En dit zit er in mij. Dat is een beetje voor een deel, want je om haar schuldgevoel ook. Dat helemaal niet nodig was dat ze het nee, helemaal had. Niet. Maar ik weet dat wel dat ze dat erg vond. Dat ze kon het niet. En het enige wat mijn moeder zou kunnen was huishoudelijke hulp bieden bij anderen. Maar mijn vader was er niet, dus dat kon ook thuis niet. Nee. En ze probeerde altijd met dingetjes naaien, dingetjes kledingbank doen of iets, weet je, dat ze wel iets deed. Ja, ja. Maar goed, dat bracht gewoon niet wat je als gezin zou willen, zeg maar. Dus dat voor ze altijd erg, dat ze nooit die kansen heeft gehad. Ze zegt, ik wil altijd voor mijn dochter dat de kansen zijn. Dus zolang je thuis woont, benut die kansen, leer en bekijk dingen en doe dingen. En mijn moeder durfde de grens niet over, maar ze zei altijd, ontdek de wereld, ga heen, weet je wel, wees niet zoals ik, ga ontdekken, ga dingen doen. En zo ben ik dus, dacht ik wel van, ja, weet je, het zit erin, dus waarom zou ik dat gewoon niet doen? En toen wou ik dus naar de HBO gaan. Maar de HBO Bank en Verzekeringen was een nieuwe opleiding die dat jaar begon. En omdat ik dus al zoveel had geleerd dingen, kon ik het eerste jaar overslaan, maar het tweede jaar was er nog niet. Dus ik kon niet instromen. Dus toen dacht ik van, ja, dan kan ik 2 dingen doen. Ik kan wat anders kiezen of ik ga werken. En ik doe het in de avonduren, dus ik heb het in de avonduren gedaan. Dus ik heb niet echt een HBO-diploma, maar de vakgerichte diploma's heb ik in mijn avonduren gehaald. En dat weet ik nog, toen ik bij Ten Hag ging werken, toen was ik 25. En toen was ik begonnen met werken toen ik 18 was.
Dus ik was de jongste met de meeste diploma's en de meeste werkervaring. Dat was toen je bij HBG begon? HCB ben ik begonnen met werken toen ik 18 was. Ja. En daar toen heb ik dus ook in de avonduren mijn assurantie A-diploma gehaald. Dat bestond toen nog uit 5 onderdelen waarvan je maar 1 keer in het half jaar examen moest doen. Dus je moest er minimaal 2,5 jaar over doen om dat te halen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb alle onderdelen in 2,5 jaar gehaald. En toen ben ik dus later bij Ten Hag terechtgekomen. Maar daar had nog niemand zeg maar al die diploma's kunnen halen in de tijd. En ook nog eens 7 jaar werkervaring op kunnen doen. En ik had bij HCB, toen ik daar kwam werken, hadden ze geen verzekeringsafdeling. Maar het leek ze wel mooi om toe te voegen aan het verhaal. Dus ik heb daar een hele afdeling in mijn uppie opgezet. Dus jij was gewoon de schaam met 5 poten van 25 jaar die eigenlijk alles al kon? Die alles al kon. Die een afdeling had opgewerkt, die 7 jaar gewerkt had. Een afdeling van 0 naar 1500 bestaande betalende klanten had gebracht. En alle diploma's had. Dat hadden ze nog niet eerder gezien, zeg maar, of meegemaakt. Dus toen ik besloot om bij HCB weg te gaan en ergens anders te gaan, toen had ik het wel voor het kiezen ondertussen. Ja. Ja. Als je het hebt over commissie, want ik zag inderdaad 7 jaar commissie bij DNA, 5,5 bij Ten Hag. Is dan commissie voor jou altijd, wat versta jij onder commissie? En sommigen zeggen, ja, ik wil mensen helpen. En, hè, dat is commissie. En anderen zeggen, ja, ik vind het gewoon lekker om te scoren. Hoe zit dat bij jou? Het iets neerzetten. Ik vind het natuurlijk mooi als mensen betalen en je verdient daar geld aan. Dat anders ben je geen ondernemer natuurlijk. Het is wel, je wil geld verdienen, dat wil iedereen. Maar ik vind het wel heel mooi dat ik iets kan neerzetten van niks en daar staat iets. Dat je er iets van maakt, zeg maar. Daar bij HCB was dat dan het feit, we hebben geen assurantieafdeling. En dat je dan na 5 jaar dat kunt opbouwen, hè, met alle maatschappijen om tafel gaan, samenwerking aangaan. Hoe zet je zo'n afdeling op? Waar ga je op richten? Waar ben je goed in als bedrijf, minder goed in? Dat neerzetten is concept, weet je. Na 5 jaar staat daar iets. Dat vind ik mooi, dat daar dan iets staat. En of dat dan 1500 grote klanten zijn of kleine klanten zijn. Of iets, je hebt iets neergezet, dat vind ik mooi. En bij Ten Hag heb ik dat ook gedaan op de particuliere markt. Dat was niet echt hun ding, zeg maar, het particuliere markt opzetten. Daar heb ik daar ook heel veel opgezet, afdeling neerzetten, digitaliseren. Dat was ook niet echt hun ding. Het was een heel traditioneel bedrijf, zeg maar. Dus dat ik het woord digitaliseren inbracht, dat heeft me 2 jaar gekost om dat zeg maar te laten landen, dat ze toch echt wel die kant op moesten gaan, Dus om dat dan neer te zetten, dat daar echt een afdeling staat en dat daar dan een bepaalde lijn in komt, dat vind ik mooi, daar hou ik van. En dat hebben we hier ook gedaan, zeg maar. Het is gewoon het idee, ooit gaan we het doen. Oké, we gaan het doen. En er staan 3 die daaraan beginnen, weet je wel. En op een gegeven moment, dan heb je 2, 3 bedrijven en staat daar van alles. Allemaal mensen die rondrennen op iets wat jij ooit een idee had van zullen we dat eens gaan doen. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Ja. En die zo ergens in die Ten Hag periode, neem ik aan, ben je waarschijnlijk Ali tegengekomen? Nee, vlak daarvoor eigenlijk. Vanuit HCB ben ik Ali terechtgekomen. Toen zijn we getrouwd. Toen ben ik ook naar een ander bedrijf toe gegaan, ook gewoon om. Ik had nooit nog ergens anders gewerkt. Altijd bij HCB. Ik heb daar stage gelopen. Naar mijn stage daar gewerkt. Het waren bij OMS. Dus altijd in een hele vertrouwde omgeving. Ja. En toen ik mijn diploma's had gehaald, dan wil je ook wat daarmee doen. En als je altijd bij je familie bent, van meisjes uit noemden ze mij altijd Maus. Vanuit de kind. En ik blijf Maus daar. Weet je? Ondanks dat je een afdeling hebt neergezet en dat je getrouwd bent en dat je verder bent gegaan. Ik ben nog steeds de kleine van Herma. En je komt niet verder. En ik wou verder, want ik had van alles gedaan en geleerd. En ik heb daar zoveel tijd in gestoken. En die mogelijkheid, dat heb ik ook neergelegd. En dat zat daar gewoon niet in. Dus dan ga ik gewoon echt verder kijken. Want dit is niet wat ik. Ja, hier heb ik gehaald wat ik gehaald heb. Maar ik wil door. En dat kan ik niet hier. Dus daarom de keuze naar Ten Hag toegegaan. Ja. En vanuit Den Haag ben ik toen weer, zijn we dit begonnen. Ja, want inderdaad, dat vind ik wel leuk om te horen. Op een gegeven moment is een booking expert in 2013 ben je daar nu. En je zei, het is een beetje een Steve Jobs verhaal. Ja. En je hebt Marco Anink, die heb ik al vanaf zijn zolderkamer. Ik sprak deze week een
iemand die doet chauffeursdiensten. Ook in zijn studententijd. Hij in zijn studententijd begonnen. Ja. Samen met een paar andere studenten. Dus vertel me Steve Jobs verhaal van... Wij zijn in Enschede komen wonen. En Ali werkte altijd al alleen vanuit huis, zeg maar. Die maakte altijd al websites, maar altijd vanuit huis. Toen kwamen we in Enschede wonen. Toen hadden wij een garage, maar niet nodig. Dus die hebben we eigenlijk omgebouwd als zijnde kantoor. Ook omdat hij wel klanten ontvangt natuurlijk. En dan zegt van ja, ik vind het wel prettig dat dan niet in mijn huis hoeft. Weet je wel, als we dan toch een ruimte hebben. Ja, dus daar hebben we toen een kantoor gemaakt met eigen ingang, al dat soort dingetjes. En toen kwam het idee van we gaan Booking Experts doen. Dus dat is echt bij ons in het kantoortje naast het huis, het garage, is dat begonnen. Maar wie had daar een probleem mee dan? Had iemand een probleem dat er iets opgelost moest worden? Het probleem is ontstaan, zeg maar. Ali die is in Nederland gekomen en die is toen bij Europarks op Park heeft hij ooit een restaurant gerund. En zo is hij met hun in contact gekomen voor, jij kan ook goed websites maken, want dat is natuurlijk zijn oorsprong en daar is hij heel goed in geworden. Dat kon hij in Turkije al. Hij is, dat had ik net al wel verteld, hij komt echt uit Oost-Turkije, dus echt het leemhuisjes en het werken op het land en al dat soort dingen. Al heel snel bedacht, dat is niet wie ik ben en ik kan dat niet de rest van mijn leven, maar gewoon wel gewend om heel hard te werken en heel veel te doen. Toen is hij op school terechtgekomen, de universiteit in Turkije. En toen is daar een leraar geweest en die heeft gezegd, je hebt een wiskundige knobbel en je moet iets met computers gaan doen. Dat was in die tijd daar natuurlijk helemaal not done, wat is een computer? En die man is niet goed en je gaat toch niet met computers bezig? Dus hij heeft zich alles zelf aangeleerd, zeg maar. Met het idee van websites maken, hacken, jezelf dingen leren om aan te leren met dingen steeds verder ontwikkelen, dat soort dingetjes. En websites maken, dat is daarbij gebleven, zeg maar. Dus toen is hij ook in Nederland gekomen, is hij bij daar terecht gekomen, is hij ook echt begonnen met Europarks, zeg maar, om websites voor hun te maken. En toen was ook altijd het idee van Ali heeft gewoon een heel hoog niveau van wat hij kan. En Ali kan niet tegen het woord, kan niet. Dat is, al moet hij 4 nachten doorwerken en dat alles kan. Weet je, er is geen helemaal op internetgebied. Er is maar heel weinig wat echt niet kan, zeg maar. Yeah. Dus ik weet nog dat toen die tijd Europarks, voor ons is het nu een lachertje, maar die had een logo, dat draaide. Dat was uniek, weet je. Dat had hij gemaakt, waren allemaal laagjes land over elkaar heen. En dan leek het net alsof het ronddraaide, of het zo'n wereldbolletje was. Dat waren hun een van de eerste die echt in animatie iets op zijn website. Tegenwoordig zal het een gifje zijn, maar toen die tijd was het allemaal laagjes over elkaar heen geplakt. En dan leek het net alsof het ronddraaide, weet je wel. Dus dat was echt... Hun waren een van de eerste die dat hadden, dat er iets bewoog op de website, weet je wel. Maar goed, en dan was het probleem van, we hebben wel een mooie website, maar er is nog steeds niemand die online kan boeken. En dat was dan het discussiepunt van, we hebben prachtige websites, maar dan moet het in één keer moet het over naar een zoek en boek en moet iemand online een reservering maken. Dat was zo complex en mensen begrepen dan niet wat ze moesten doen op de website. Dus wat gaan mensen doen? Bellen of die gaan naar booking.com en daar boeken. Maar dat kost het park ook weer geld. Maar dan moeten ze booking.com betalen of een Expedia betalen. Booking.com bestond toen wel? Ja. Ja. Booking.com bestond toen wel, maar het was natuurlijk nog lang niet zo geavanceerd als wat het nu is, zeg maar. Toen wij voor het eerst, zeg maar, bij Booking.com binnen waren, er waren ook nog rijen met belhokjes en allemaal ertussen. En dus als Booking kwam, dan werd het heel snel een mailtje gestuurd naar het park of een faxje. En dat werd dan ingeboekt. En dan daar ontstonden de problemen. Want dan, Booking.com had ingeboekt en dan had ze het wel bij die dichtgezet en bij die dichtgezet. Maar vergeet hem op de website dicht te zetten. Dan kwam er een dubbele boeking en dan moesten we daar problemen mee. En dat is eigenlijk de idee wat ontstaan is van, we hebben zo mooi aan de voorkant, maar het probleem lossen we niet op. Want je geeft wel informatie wie je bent, maar je wilt die mensen niet meer telefonisch te woord staan. Of problemen hebben met je website of wat dan ook. Weet je wilt ook dat die mensen allemaal online kunnen boeken, want ze zijn al op je website. Waarom dan niet helemaal dat hele proces afronden online? Yeah. En omdat dat gewoon niet goed naar ons idee was, hebben we gezegd, dan gaan we dat op den duur gaan we dat zelf doen. En dat zijn we toen ook maar gaan doen. Dus eigenlijk is ook een beetje het idee dat dan de ondernemer die een park heeft, dat hij minder afhankelijk is van derden. Ja. Maar dat hij een eigen softwarepakket heeft waarmee hij dus de boekingen kan binnenhalen en beheren. Het idee was, zeg maar, oorspronkelijk om alleen die zoek en boek te regelen. Dus alleen te zorgen van, helemaal zeggen van,
Het gaat alleen om dat boeken. Even water. Even. Oké, hoe doen we dat? Ik kan het gewoon schenken. Oh, gewoon. Het zit gewoon vast. Ja, je hoeft alleen... gaat vanzelf. Als je eraan gaat zitten, word je heel mat. Dus dat moet je niet doen. Dus ja, het oorspronkelijke zoek en boek, daar zijn we mee begonnen. Maar op een gegeven moment dan kom je in gesprek met Park... en dan speelt er eigenlijk veel meer dan alleen die zoek en boek. Het is prachtig dat mensen online kunnen boeken. Maar ja, je wilt de mensen op je website hebben. Daar gaat het om. Hè? Je wilt niet minder afhankelijk zijn van die partijen. En dan blijken ze dat ze een contract hebben met de slagboom. Dus er moet een koppeling komen. Hè? Als je al weet dat iemand komt en iemand heeft betaald... waarom moet die slagboom dan handmatig opgezet worden? Weet je? Ze hebben iemand anders weer voor de technische dienst. Weer een ander systeempje nodig om die technische dienst aan te sturen. Dus er zitten weer eentje alle data uit het reserveringssysteem te trekken... en een ander systeem te kloppen. Want anders kan de technische dienst en de schoonmaak niet aangestuurd worden... dat soort processen. Je hebt een eigenaar, die woningen die worden verkocht aan particulieren. En die mensen moeten ook hun geld hebben. Dus dan moeten we elke maand een rits aan reserveringen uitgeroepen. Welke hoort bij welke eigenaar? Wat is de omzet? En dat werd allemaal handmatig gedaan. Dan dacht ik, waar zijn jullie mee bezig? Weet je, dat is gewoon bizar wat jullie aan het doen zijn. Ja. En dan begon met zoek en boek en uiteindelijk zit alles erin. Boekhouding, het aansturen van technische dienst, aansturen van schoonmaak, aansturen van de deurposten, alles. Weet je? Dus dat is in één keer is het veel groter geworden dan het oorspronkelijke idee was. Maar goed, dat begon dus, hè? Nou, misschien in de zolderkamer, hè, maar in de garage. Ja. Dan is natuurlijk even de vraag, je bent getrouwd en dan ook samen in de zaak. Dat is mm-hmm. een dingetje, toch? Niet? Dat was een dingetje, ja. Ik had natuurlijk een baan bij Ten Hag. Daar had ik ook een hele leuke functie. Dat was echt een leuk bedrijf. Voelde me daar ook nog steeds voel ik me daar heel thuis. Ik kom er nog steeds af en toe even een kop koffie halen. Dat is nooit weggegaan. In het begin belden ze me ook nog elk jaar of ik wel nog steeds de goede beslissing had gemaakt. Of ik niet nog terug wou komen bij ze. Maar ja, dat zei ik ook tegen Ali. Van, ja, daar had ik de mogelijkheid om door te groeien richting management. Daar had ik in principe ja op gezegd, omdat ik dat gewoon heel leuk vind. Ik vond het werk wat ik deed, vond ik echt heel erg leuk. Maar ja, toen zei hij ook, als jij daar... Ik werkte toen een beetje mee in het bedrijf. Ze zeggen, als jij je volledig daar gaat focussen, moet ik straks iemand aannemen om dat bij ons te gaan doen, terwijl dat jouw sterke kant is. Dus ja, dat vind ik wel heel erg leuk, maar ik vind het ook wel heel erg leuk om mijn eigen ding te blijven houden. En als je 24 uur bij elkaar zit, weet ik niet of dat de gunste komt van hoe wij met elkaar zijn. Hè? Nee. Weet je, dat je met elkaar kunt leven wil niet ook zeggen dat je met elkaar kunt werken. En ik wil niet hebben dat werk tussen ons privé komt, zeg maar. Ik zeg, dus ik moet wel echt mijn eigen wereldje kunnen hebben. En ik zeg, want dat ben ik wel gewend altijd. Ik zeg, en dat vind ik zelf wel heel erg belangrijk. Weet je, dat je ik zelf naar mijn werk kan gaan en zelf kan bepalen wat ik kan doen. Ik zeg, ik ben niet de persoon die verteld moet worden wat je moet doen. Ik zeg, dat heb ik bij geen enkele baan gehad. Ik zeg, ben altijd, ja, natuurlijk, want je in het begin moet je vertellen en weer hoe een bedrijf in elkaar zit. Ja. Maar daarna kwamen ze bij mij om dingen te vragen. Ook over hoe de systemen werken of hoe bepaald iets, hoe ik daar tegenaan kijk. Ik zeg, nooit andersom. Ik zeg, daar kan ik niet tegen. Nee, hij zegt, die beloof ik. Wij zijn best wel allebei, zeg maar, controlfreaks. We hebben graag de controle in handen. En, dus ik zeg, ja, dat moet ik wel echt zeker weten. Dat gaat werken. Hij zegt, nou ja, we gaan het gewoon proberen. Hij zegt, en ik beloof je, jij hebt jouw ding, ik doe mijn ding. En, kun je dat dus uitleggen? Wat is dan precies de scheiding die je... Dat kan in de loop der jaren misschien ook wat veranderd zijn. Maar... Ja, ik was veel meer, zeg maar, het in het begin vooral natuurlijk. Want dan moet je heel veel dingen zelf doen. Hè, alle parken die aansluiten, die moet je zelf helpen met de systemen inrichten. Hoe gaat het werken? Ik was voornamelijk de spreekbuis tussen wat wil de klant en hoe projecteren we dat weer richting programmeurs. Wij ontwikkelen alles zelf. We hebben echte programmeurs hier zitten en wij vertellen daaraan. Alleen, ik moet inventariseren vooral bij de klanten van, hey, maar waar loop je dan tegenaan? Wat zijn dan de dingen en waarom wil je dan bepaalde dingen? En dat vertaal ik dan weer naar de techniek toe. Oké, zo moet het ongeveer worden en dit zijn de problemen waar ze tegenaan lopen. Ik heb moeten leren dat je programmeurs niet een oplossing moet vertellen, maar dat je het probleem neer moet leggen en dat hun een oplossing komen. We willen heel graag al vertellen hoe ze dat dan moeten oplossen, zeg maar. Yeah, yeah. Maar dat is niet wat een programmeur wil. Een programmeur die zegt van, je moet mij het probleem van A tot Z uitleggen. Waar loop je tegenaan? Wat is het probleem? Wat wil je er uiteindelijk mee bereiken? En ik zorg voor de oplossing. En die
verdeling was er zeg maar naar mij toe. En Ali zat veel meer nog in de verkoop. Dus naar klanten toe. En ik was meer zeg maar hier, als klanten hier komen, het presenteren, het uitleggen, het vertalen van wat is de vraag en hoe projecteren we dat in ons systeem, zeg maar. Ali had natuurlijk destijds nog, vooral in het begin, gewoon ook expert webdesign, wat zich richt op alle delen. Dus dat kon autobedrijven zijn en al dat soort dingetjes. En op een gegeven moment hebben we gezegd, van ja, dat stoten we grotendeels wat kan, stoten we af. En richten ons echt alleen aan de recreatie. Maar Ali was toen die tijd nog gewoon ook heel erg druk met webshops maken en websites bouwen en al dat soort dingetjes. En ik focuste me dan meer, zeg maar, van hey, hoe gaat ons product vormgeven en waar gaan we naartoe met elkaar? Ja. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, heeft die niche-markt meer zoek, heeft dat je dat dan ook meer specialist gemaakt binnen de branche, zeg maar. Ja, ja, we hebben dan ook bewust gekozen om ons te richten op die markt. Want dat is ook wel één ding wat ik sterk in geloof, is als jij op het moment dat jij ergens specialistisch in bent, dan geloven mensen daarin. Kijk, als ik 20 dingen tegelijk doe, dan is het heel moeilijk voor een bedrijf om te zeggen van ik vertrouw mij daar volledig in, zeg maar. Hetzelfde als je in een restaurant komt, daar vergelijken wij het altijd mee. Als je kunt eten van vis tot shawarma tot van alles en een pizza en weet ik veel wat allemaal, dan weet je gewoon, je bent nergens echt specialistisch in. Maar ga ik naar een sushi restaurant, dan is het één ding wat ze aan het doen zijn, dat is sushi maken, weet je wel. En dan heb je daar ook nog wel gradaties in, hoor, wat goed is en wat niet goed is. Maar ze hebben een specialisme en daar vertrouw je dan meer in. En op het moment dat wij zeggen van goh, ja, weet je, vandaag hebben wij websites voor vakantieparken en morgen voor een autobedrijf en al dat soort dingen. Je kunt je onmogelijk overal in specialiseren. Dat gaat gewoon niet. Nee. Maar je zei wel dat binnen het pakket, hè, je kunt boekhouding doen, je kunt boeken, je kunt. Daar is het wel weer heel erg. Maar wel op recreatie, puur alleen. Kijk, de boekhouding. Ik heb geen boekhoudingpakket. Maar al het financiële wordt afgewikkeld in Booking Experts. En daarna zeg maar, gaat het naar het boekhoudpakket toe. Maar ik ga geen boekhoudpakket maken. Dat doe ik niet. Ik ga geen slagboom neerzetten. Dat doe ik niet. Nee. Ik faciliteer de software. Alles tot en met daar naartoe. Ja. Maar er zijn andere mensen heel goed in het maken van dat. Ja. En misschien vind ik ook ooit wel dat daar te veel problemen in zijn. Maar dan zou ik dat lostrekken van wat we nu aan het doen zijn, zeg maar, en specifiek daarop zetten. Dat vind ik ook als jij naar het buitenland gaat, zeg maar, met je product. Als jij als Nederlander in Frankrijk de Franse markt wil gaan veroveren, dan zul je Franse mensen om je heen moeten hebben. Die snappen hoe die markt in elkaar zit. Yeah. En die zijn daar goed in. En datzelfde is als jij als recreatieproduct gaat richten op een klachtensysteem of een webshop, dan moet je aandacht verdelen. En dan kun je niet meer ergens gewoon heel erg goed in zijn. Want je gaat dingen missen. Je hebt je focus daarop, gaat er daar iets mis. En dan moet je daar weer op focussen, want dan vergeet je aan die kant weer wat te doen. Ja. Dus je moet richten op één ding. En als je iets anders wil gaan doen, dan moet je zorgen voor een team wat zich daarop richt. En dan kun jij je focus houden op wat je goed in bent. Ja. Leuk, en volg me even Booking Expert dat ik laatst, maar dat kan ik mis hebben. Dan heb je op toon een man of 40, mm-hmm. 50 in dienst. 40, ja. Ik zag al miljoenen klus voorbij komen vorig jaar. Ik weet niet of dat door de corona dat nog schade heeft opgelopen. Nee, we hebben gelukkig zijn we daar heel goed doorheen gekomen door die fase. En eigenlijk heeft het denk ik voor ons wel bewezen, zeg maar, dat automatiseren het belangrijkste is wat je moet doen. En de parken die niet geautomatiseerd waren, kwamen gewoon enorm in de problemen. En doordat wij heel snel kunnen ontwikkelen, omdat wij ons eigen team hebben, konden we ook heel direct inspringen voor onze klanten om iets te maken waarmee ze verder konden. En dat heeft zich wel bewezen in die tijd, zeg maar. Is dat, stel de hen, dus het park en zeg van nou, ik heb, dat is er nog niet, maar kun je de slagboom, kun je dat koppelen? Is dat heel vaak dan vraaggestuurd? Wij ontwikkelen vraaggestuurd. Wij ontwikkelen niet iets waar onze klant niks aan heeft, zeg maar. Maar oké, maar op het moment dat die ene klant dat heeft, dus die zou ik dan zeggen, daarmee heb ik een soort van voorrang, ben ik een van de eerste. Maar daarna zul je waarschijnlijk wel al je andere klanten ook wel aanbieden. Ja, dat is ons concept ook. Wij hebben een product neergezet en je neemt het product af zoals het is. En je bepaalt zelf waar je gebruik van maakt of niet. Maar alles wat ik ontwikkel ik voor al mijn klanten.
Ik heb geen maatwerk. Ik heb niet klant A werkt op deze manier, klant B werkt op deze manier. Iedereen werkt op exact dezelfde manier. En alles wat wij ontwikkelen op vraag. Dus als de klant zegt, hey, dit vind ik een goed idee, zouden jullie dat kunnen ontwikkelen? Gaan we dat uitwerken in een casus? Leggen dat neer. We hebben ook een planbord voor onze klanten waarin ze kunnen zien welke vragen worden er gesteld. Hey, dat vind ik ook interessant. Kunnen ze op stemmen? En iets wat meer stemmen heeft, gaat bij ons sneller mee in de productie, zeg maar. Voorbij komen, ja, dat is, ja. Vind ik altijd ook heel leuk om mee te denken, zeg maar. Ja. En als iets heel erg speelt bij onze klanten, dan ontwikkelen wij dat. Hè. Bijvoorbeeld de vouchermodule kwam. En corona kwam. Direct dezelfde week kwam de vraag, jongens, kunnen we niet met vouchers gaan werken? Ja, top idee, moeten we direct doen. 2 dagen daarna zat de module erin, maar die zat voor al onze klanten erin. Vanaf dat moment kon iedereen vouchers uitgeven en al dat soort dingen. Meest ergelijke vind ik, zeg maar, dat als jij iets hebt en je hebt een probleem, dan zeg je, ja, maar dat is een module, daar moet je voor betalen. Ja, maar dat zit niet in jouw pakket. Ja, dat heb jij geen recht op, weet je wel. Wij vinden, je betaalt voor alles, maar je betaalt ook voor alles wat we nog gaan doen. Dus alles wat ontwikkeld wordt, zit erbij in. Ja. Dus je hebt niet een gold member en een silver member. Nee. Iedereen is gold member bij jullie. Iedereen is gold member en je bepaalt zelf wat je ermee doet, zeg maar. Ik geloof namelijk als een vakantiepark is een vakantiepark. Het is de beleving, de faciliteiten, hoe je je huisjes inricht, wat je op je park doet, wat jou uniek maakt. Maar als iets goed is voor park A, is dat ook goed voor park B en is dat ook goed voor park C. Want als het niet goed is voor park A, zet ik het niet in mijn systeem. Dus als ik niet overtuigd ben dat het de gunste is van mijn software en al mijn klanten daarmee vooruit help, komt het er niet in. Hoe groot een partij ook is en hoe lief het verzoek ook is. Wij moeten echt toegevoegde waarde zien voor onze klanten. En is die er, zetten wij het erin, kost niemand geld. Is het een koppeling? We hebben nu een koppeling gemaakt met HomeAway bijvoorbeeld, Duitse grote tour operator. Het is een rechtstreekse koppeling. Het heeft bijna een half jaar gekost om die koppeling goed te krijgen, zeg maar. Dat het ook goed functioneert. Maar het is ook voor al onze klanten direct toegankelijk. Dat is onze, zeg maar, inspanning die we doen. Het kost een half jaar een programmeur en dat kost verrekte veel geld. Ja. Maar iedereen kan daarmee van meteen koppelen. Dus dat is een beetje een stukje van jullie DNA? Ja, dat is wel iets wat wij... Is dat dan Turkse invloed of is dat Tukker invloed? Turks, denk ik. Ik weet niet of het echt Turks is, maar dat is echt wel iets waar Ali voor staat. Want Ali die heeft zelf tenminste daarna wil ik zeggen echt een hekel aan dat je geblokkeerd wordt. Hij zegt, je moet mensen niet blokkeren. Als jij aan het werk bent en je kunt iets niet en er komt dan zo'n pop-upje en je moet een module afnemen of wat dan maar ook, dan is Ali klaar. Maakt niet uit wat je doet of wie je bent of wat dan ook, daar kan hij echt niet tegen. Dus dat is ook. Dus wat... geen verrassing is ook. Nee, je neemt alles mee, zeg maar. En dat is gewoon, ja, daar betaal je voor. En dat is gewoon, dat hebben wij zelf ook. Je betaalt liever iets meer. En weten dat het klaar is. Ja. Dan dat je zegt van, oh nee, we hebben een heel goed kop. Maar dan mis je eigenlijk zoveel. En wij hebben liever een totaalconcept. We hebben een totaal, als het niet bij je past, dat kan ook. Ja, dan moet je niet met ons samenwerken, weet je. Dat kan zijn dat het niet bij je past. Nou, dan moet je dat niet doen. Maar dit is hoe wij daarin staan, zeg maar. Wij willen alles geven, we willen alles automatiseren, we willen alles gaan doen. En ja, het kan zijn dat het voor sommigen een te ruim jasje is. Dat kan. Ja. Ja, wat je zei, ze hoeven niet alles te gebruiken. Nee, iedereen kan precies wat ze willen. Zijn er een andere, wat ik vind wel mooi, een Turkse man en een Twentse vrouw, hè? En... waar zie je wel DNA-verschillen? Waar zie je wel... daarin zijn we toch... daar zijn we echt wel anders. Niet dat het per se problemen hoeft te geven, maar... Nee, ja, problemen geeft het in ieder geval niet. Dat is echt heel anders. Vind ik niet, eerlijk gezegd. Ik moet zeggen dat... Ali heeft een hele andere mentaliteit... dan wat je van een Turkse... man zou verwachten, zeg maar. Wat zou je van een Turkse man verwachten? Nou ja, ik wil niet dingen zeggen of roepen dat ik daar. Als ik mag stigmatiseren, ik mag dat wel, hè? Ja. Oh, ik doe dat wel. Wat ik altijd heb bij Turkse mannen is dat dat gewoon hele harde werkers zijn. Dus ja. Dus dat is het beeld wat ik heb. Zijn harde werkers zie je vaak, hè? Die hebben helemaal een cafeetje of dit. Nou ja, dat is misschien dan. Er zit iets eigens in. En er zit iets in dat het gewoon hard werkt. Dat is de associatie die. Dat is absoluut. En dat heeft Ali ook. En Ali die heeft heel sterk.
die werkmentaliteit. En wat misschien botst is dat hij dat projecteert op anderen. Hij verwacht eigenlijk wel dat iedereen diezelfde mentaliteit heeft, zeg maar. En dat zie je al terug met de kinderen, weet je wel. Daar zou die al eigenlijk die mentaliteit in willen hebben. Waarvan ik veel meer dingen dat terugtrek, zeg maar, ook binnen het bedrijf. Hij heeft heel erg sterk, hij noemt ons altijd ook een leger, weet je wel. Je hebt een captain en je hebt een dit en je hebt een dat. En als de captain komt, dan sta je op. En dat is die Turkse mentaliteit. Maar dat kennen wij hier niet. Dat is gewoon, nee, ja. Dus je zou zeggen, dat is zo'n missie van Turkse, nog wel meer hiërarchie in de daar, familie. Ja, daar is dat wel heel sterk. Maar ook in de werksfeer is dat heel sterk. Als jij, wij komen natuurlijk veel vaak in Turkije. En als je daar in een bedrijf komt en een manager komt binnen. Ali kan hier binnenlopen en niemand heeft door dat hij binnen is, bij wijze van. Maar als daar een manager binnenkomt, dan gaat iedereen in het grill staan, weet je wel, in de rij. En tot de manager langs is en dan pas ga je weer weg. Weet je, ja. Daar is gewoon een hele andere werkcultuur als dat hier is. En dat is voor hem wel... En Ali heeft natuurlijk altijd alles zelf moeten doen in zijn leventje. Altijd zijn eigen geld moeten verdienen om te kunnen... studeren. Hè. Hij studeerde, maar had daarnaast 3 banen, anders kun je niet studeren. Door zijn eigen visie, zijn eigen gerichtheid, heeft hij wel kunnen doen wat hij nu kan. Als hij zich enigszins had kunnen leiden door wat anderen hadden gezegd, had hij nooit kunnen bereiken wat hij nu kan. Maar dat heeft hem ook geleerd dat hij nooit een mening van een ander aanneemt, zeg maar. En dat is ook nog wel eens iets wat je... Wat heeft moeten groeien tussen ons, zeg maar. Maar ook het feit dat hij altijd alleen gewerkt en nu heb je personeel. Dat is nog wel een stukje waar wij in verschillen, zeg maar van ideeën van hoe je dat moet doen. Ja. Maar dat zegt hij ook altijd, dat moet jij doen, dat moet ik niet doen. Want dat kan ik niet. Dat is het verschil. Want de omgang met personeel, is dat dan... Laat hij dat ook liever dan bijvoorbeeld aan jou over, omdat hij denkt van nou, misschien gebruik ik... Maureen, 6 woorden waar hij er 1 zou gebruiken? Het liefst zit hij dat wel over, zeg maar. Niet dat hij niet met personeel om kan gaan, want hij loopt hier ook gewoon natuurlijk met iedereen rond en met iedereen gezellig. En hij doet alles voor zijn personeel, moet ik eerlijk zeggen. Hij regelt elke dag lunch, want hij wil niet hebben dat mensen 's ochtends moeten nadenken over wat ga ik eten. Er staat hier elke dag drinken, hele koelkasten vol, want hij wil niet dat mensen het drinken mee hoeven te nemen van huis, weet je wel. Lunchen doe je hier, er wordt 3 keer in de week boodschappen gedaan door hem, want... Dat moet je samen doen. Hè? Dat is samen een ding. Er staat elke week vers fruit, want we moeten ook gezond blijven. En er staat een tafeltennistafel. Mensen moeten ook gedachten kunnen verzetten, weet je wel. Ja. Er staat ook een kast voor de vrijdagmiddagborrel. Want zelf is hij er niet van, maar hij vindt het wel belangrijk dat hun dat doen. Moeten ze doen, weet je. En dan moet het niet zijn dat ze daarvoor iets neer moeten leggen. Nee, dat wil hij doen. Dus daar staat gewoon altijd een koelkast vol met koude biertjes en wijntjes. Yeah. Een voorraadkast met chips en nootjes en weet ik veel wat allemaal. Hij is er bijna nooit bij, zeg maar. Maar hij vindt het belangrijk voor zijn personeel dat ze dat doen. Yeah. Weet je wel? Dus daarin... hij doet er wel alles voor, dat wel. Is het zo is er verschil tussen jou en hem? Ben jij wel meer bevriend met het personeel? Nee, dat heeft hij zelf ook wel heel erg. Hij kan alleen het geduld niet opbrengen om daar hele gesprekken over te voeren, zeg maar. Ik ben wel meer gericht op, ik wil graag uit iemand halen wat erin zit. Dat vind ik voor mezelf belangrijk, maar dat is, ik geloof altijd, als jij voor 80% kunt doen wat je heel erg leuk vindt en waar je heel goed in bent, dan zijn dingen die minder leuk zijn, maar nou eenmaal bij een baan horen, zijn niet erg. Maar als je constant moet focussen op dingen die je niet leuk vindt, hou je dat nooit vol, zeg maar. Nee. En dan krijg je personeelsverloop en dat wil ik voorkomen, want wij zijn best wel een complex product. Ik kan niet morgen iemand aannemen die dan ook zeg maar direct functioneert binnen mijn bedrijf. Je zult echt wel een interne cursus moeten doen door de hele software heen, zeg maar. En dat is best wel veel inmiddels geworden. Hè. Het is niet alleen booking experts, maar we hebben ook een CMS voor de website. We hebben een vertaalsysteem die content uit de website haalt en naar vertalen stuurt. Het is niet meer alleen het reserveringssysteem dat het vroeger was. Dus ik
ben wel heel druk zeg maar, met binden van personeel. Ik vind het belangrijk dat ze een binding krijgen met het product en met het bedrijf. Ik zeg altijd van ja, weet je, als je hier werkt moet je het gevoel hebben dat het jouw bedrijf is. En daar wil ik wel dingen voor inzetten om dat dan ook zover te krijgen, weet je. En daar ook met hen te kijken van nou ja, over 5 jaar, wat wil je doen voor mijn bedrijf? Waar wil je staan? Wat wil je gaan bereiken? Wil je de verkoop in? Wil je een nieuw product er neerzetten? Waar kunnen we dan naartoe werken met elkaar, weet je. En zo te kijken, nou, maar dat zou hij niet kunnen, daar heb je het geduld niet voor. Als je nu mensen aanneemt, dan wat kijk je dan, waar let je dan vooral op? Toch wel, zeg maar, opleidingsniveau. Want ik merk wel als je... niet zozeer dat iemand nou een hbo moet hebben, maar wel wat is zijn potentie, waar kan hij naartoe denken. Nou, ik zeg, we hebben best wel een complex product. En je moet er wel even doorheen, zeg maar, om dat goed te kunnen neerzetten. Maar heb je dan ook programmeurs of heb je dan ook de commerciële mensen? Programmeurs is helemaal lastig om daar goede programmeurs te krijgen. Want ook daarin... Ruby. Het grootste deel wordt in Ruby geprogrammeerd. Ruby. Ja, het is ook niet echt een taal wat heel veel voorkomt. Dus daarin is het al lastiger natuurlijk. En het niveau is gewoon heel hoog. We hebben hele goede programmeurs hier zitten. Met heel hoog kennisniveau. Dus je merkt ook wel snel dat een programmeur die dat niveau niet heeft, die komt ook niet mee, zeg maar. En dan moet je helaas afscheid nemen. Maak je dat afhankelijk van dat soort mensen? Niet meer, omdat je gewoon een groot team hebt inmiddels. Inmiddels zitten er 13 volgens mij fulltime programmeurs. Dus als de één weg zou vallen, zou daar niet zo heel gek veel mee gebeuren, zeg maar. In het begin was dat wel lastiger natuurlijk. Dan zit je maar met een heel klein clubje. Maar inmiddels ben je niet meer afhankelijk van een programmeur. Wij zetten iedereen, wij ontwikkelen zeg maar maand of in een periode van 2 maanden aan een bepaald onderdeel in het systeem. En iedereen draait daarin mee. Dus het is niet zo dat één iemand alles weet daarover en dat een ander daar niks van af weet. Daar kies je ook bewust voor, zeg maar, dat teampje A programmeert hierin, maar teampje B controleert hun code. Dus ze moeten weten wat hun hebben gedaan. En ze moeten ook weten waarom ze dingen hebben gedaan. Dat moet gewoon constant overleg zijn, heen en weer. Dus daardoor heb je geen eilandjes. Dat iemand heel veel van dat weet. Dus als die wegvalt, heb ik een probleem. Dat is... Nee, dus je zou zeggen, dus naast technische kennis moet, is communicatie altijd iets wat heel veel aandacht krijgt. Ja, het onderling communiceren van elkaar naar elkaar toe. En ik ben ook van, we zijn best wel een open bedrijf naar elkaar toe. Ik heb liever dat je het me zegt dan dat ik het via een ander moet horen. Dat je iets ergens tegenaan loopt. Dat is iets waar ik niet tegen kan, zeg maar. We zijn hier allemaal en ik ben altijd bereikbaar met mijn telefoon. Mensen kunnen me altijd bellen of appen. Ik maak er altijd direct tijd voor. Maar ik moet niet iets via een ander horen. Dat kan ik niet tegen. Maar daar heb ik ook onderling. Ik vind als jij iets hebt gedaan wat mij niet aanstaat en ik voel me daar slecht voor, dan vind ik dat ik jou dat moet zeggen. En dan kun jij zeggen van, was niet bedoeld of ja, zo ben ik nou eenmaal. En dan moet je er ook vrede mee hebben, weet je. Dat kan 2 kanten op. Ja, dat is misschien voor jou is dat misschien makkelijker. Maar voor een werknemer naar een baas toe, is dat natuurlijk vaak veel lastiger. Is veel lastiger, maar als jij met elkaar in gesprek blijft, is dat niet zo lastig. Nee, kijk, als jij. Nee, maar ik merk dat ook hier, merk ik dat het niet lastig is. Net wat ik zeg, als jij. Ik ben wel leidinggevende, maar ik sta er niet boven. Voor mijn gevoel tenminste, en dat is ook wel wat ik meer terugkrijg. Wij zijn heel open, iedereen kan altijd binnenlopen en kan zeggen wat er tegen staat. En net wat ik zeg, ik vind nooit iets fout. Ik vind altijd dat je moet luisteren naar wat iemand zijn mening is. En een probleem is voor mij niet groter of kleiner of 3 daarmee zitten of 1 zit daarmee. Kijk, als jij last hebt ergens van mij of van wie dan, maar ook in je omgeving. Als jij er last van hebt, dan moet ik daar iets mee doen, want jij hebt er last van. Yeah. En als jij er last van hebt, dan zit je hoofd vol en kun je niet voor de volle 100% voor mij werken. Dus dat los ik op, dat wil ik oplossen, hoe ik het ook moet doen, maar dat los ik op. En het is niet dat iemand waar al eerst moet zeggen van ja, maar hij heeft daar ook last van of zij heeft daar last van. Of ik ga eerst een groepje verzamelen en met een groepje gaan we dan iets blootleggen, zeg maar. Dat maakt het voor mij niet groter of kleiner. En weet je, ik zit ook gewoon tussen het personeel in. En ik hoor ook gewoon heel veel op de afdeling en ik ben overal bij betrokken. En wij zijn wel heel open naar personeel toe. En ik zeg ook altijd aan personeel, je moet ook gewoon, ik doe ook niet alles goed. Dus als ik iets fout doe, moet ik me zeggen, want anders kan ik er niks mee. Dan denk ik dat ik goed ga. Maar ik moet natuurlijk ook weten, jij rijdt straks weg in je BMW X5 en hun een Fiat 500 of zo, of wat anders. Je hebt toch een bepaalde
plek en rol, een bepaalde autoriteit die... Wat mooi is dat die open is, hè? Mm-hmm. Ik heb ook altijd gezegd, hè, ik wil die, als iemand ontslag wil nemen, wil ik de eerste zijn die het hoort. Mm-hmm. En dan kunnen we samen kijken, hè, of naar welk een goede plekje zou kunnen. Ja. Maar ik heb in die 32 jaar inmiddels ook wel gemerkt dat dat van mij wel een wens was, altijd. Mm-hmm. Maar dat de utopie was dat iedereen daarin mee kon gaan, zeg maar. Heb je al wat verloop gehad? We hebben wel wat verloop gehad. Ik merk wel, zeg maar, niet iedereen is weggelegd om parken echt... Qua programmeurs niet echt. Ja, maar dan is het vaak van, die heeft het niveau net niet. Dus daarvoor werkt het gewoon niet. En dan kan het gewoon niet. Support is niet iedereen, zeg maar, in machten om een park te begeleiden het hele automatiseringsproces in. Het is wel een kantoorbaan, veel binnen. We proberen altijd ons personeel veel bij parken laten meedraaien. Kijken wat hun aan het doen zijn, al dat soort dingetjes. Maar het begeleiden van klanten, het constant te woord staan van klanten, het snel kunnen schakelen, want dat is het wel natuurlijk. We hebben bijvoorbeeld een chat openstaan voor onze klanten en elke dag is er iemand verantwoordelijk om die chat te beheren. Maar binnen een minuut moet daar wel een reactie naar de klant toe. Binnen 2 minuten, weet je wel. Maximaal 2 minuten. Maar dat gaat wel. De vraag A gaat over de website. Vraag B gaat over een journaalpost die volgens hen niet klopt. En vraag C die snapt niet waarom die reservering niet gemaakt kan worden. En je moet ze wel allemaal binnen 2 minuten kunnen oplossen. Ja. Weet je wel? Dus je moet heel snel kunnen schakelen. En niet iedereen voelt zich daar heel erg gelukkig in. Dat merk ik wel. Dat is wel lastiger, zeg maar, om daar heel goed in te worden. Ja. Ja. Dus daar heb je meer de generalisten nodig die over precies weten van waar moet ik ze mee doorverbinden om het probleem op te lossen. Ja. Precies. Dat is wel, waar moet ik zijn in het systeem, weet je wel? En waar ken ik mijn grens, dat ben ik me niet veilig in, of waar moet ik dan naartoe gaan, weet je wel? Dat is wel lastig, zeg maar, die druk is hoog. Hè? Je moet snel kunnen schakelen. En daar heb je wel een bepaald niveau voor nodig om dat te kunnen. Dat kan niet iedereen. Ja. Nee. Is er ook al een kleine Moraine aangenomen toen ze 18 was en die nu naar de 25 jaar gaat? Hier? Ja. Ja, die zie ik wel. Dus die ga je binnenkort verliezen, zeg maar. Nee. Die is niet... Die gaat nog niet uitvliegen? Die is niet het proces begonnen bij haar familie en ze beschermt, zeg maar. Nee, dat denk ik niet. Ja, maar ik kan me voorstellen. Maar die hou je, hè? Dat hou je. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal het idee en de hoop dat iedereen hier 30 jaar in dienst zit, maar dat kan gewoon niet. Ten eerste heb ik daar het product niet naar. En ten tweede heb ik daar het bedrijf niet naar. Dus ja, het idee is prachtig. Waarom? Dat zou toch op zich kunnen? Ik bedoel, komen de mensen hier vooral uit de omgeving? Werken? Ja. Voornamelijk uit Enschede, ja. Dus dat maakt wel dat het, van mijn gevoel, ik zou zeggen, is het, weliswaar misschien is het geen familie, technisch gezien. Mm-hmm. Maar zijn jullie wel op die manier, zou ik zeggen, wel aan het bouwen? Alsof het. Ja, dat wel. Weet je, we doen veel, we investeren veel ook aan de band. Band met personeel, band als personeel onderling. En we zeggen, weet je, altijd samen lunchen, zorgen dat aan niks ontbreekt hier op kantoor, weet je wel. Ook bekend werd, iedereen moet verder uit huis gaan werken. Heb ook bij zorg, zorgen in ieder geval dat je een goed bureau hebt thuis, zoals daar zit bureau, dat je goed kunt zitten. Laptop heeft iedereen al van ons, telefoon kunnen ze van ons krijgen, schermen hebben ze thuis neergezet. Weet je, dat het goed is thuis, dat je gewoon een goede omgeving hebt. Wij hebben ook makkelijke sfeer, weet je. Vanuit oudsher kom ik uit traditionele bedrijven, weet je. 8:30 begin je, 5:30 ben je klaar. En je hebt een uur pauze. En ik vind dat je mensen niet kunt dwingen om te werken, omdat het nou eenmaal jouw tijd is. En jij vindt dat dat in dat uurtje moet gaan gebeuren. Vooral programmeurs zijn natuurlijk denkers. En die moeten soms om 4 uur een rondje lopen. En kunnen dan doorwerken tot 8 uur. Of die moeten uitslapen tot 12 uur. En die hebben dan de site set om door te werken. Die kun je niet sturen in bepaalde tijden. Voor ons is het natuurlijk wel anders. Want je moet wel verantwoordelijk of bereikbaar zijn voor parken. Al dat soort dingen. Dus je hebt wel een bepaalde tijd. Maar ik vind wel, dat zeggen we ook altijd. Van, als jij uit je bed stapt en denkt, dit wordt mijn uurtje niet. Stap dan terug en sla een uurtje door. En kom over een uurtje terug, weet je wel. Ja. Daar heb ik meer aan. Dan ben je productiever dan dat je verplicht om 8:30 je laptop aan moet zetten, omdat ik vind dat dat moet. Ja. Hoe meet je nou bijvoorbeeld van een programmeur of die rendabel is? Of dat die, misschien kan iemand in een uurtje wel meer doen dan een ander in 8 uur. Mm-hmm.
Nou ja, dat kun je natuurlijk zien, wat ze programmeren, wat ze opleveren. Hoe, hè, als iemand iets oplevert, zijn code wordt altijd gecontroleerd door iemand. Dus die ziet die code van wat heeft hij er dan aan gedaan. Is dat afraffelwerk of is die abnormaal lang bezig geweest voor het resultaat? Waar zit het hem dan in? Programmeren is sowieso wel lastig, want daarom geven wij ook nooit deadlines aan klanten. Dat kan gewoon niet, weet je. Wij projecteren, we hebben een bepaald ding van, nou ja, dit willen we dit jaar gaan oplossen. Alleen is het soms, trek je code los en denk je, ja, ik kan hier doorbouwen, maar dan veroorzaak ik aan de achterkant misschien wel meer problemen. Ja, dus we gaan eerst dat oplossen voordat we hiermee verder gaan. Ja, ja. En dan uiteindelijk is een project waarvan wij dachten, we zijn daar 6 weken mee bezig, we zijn nu 6 maanden geworden, weet je wel. Je moet in één keer allemaal zijpadje, maar als je hier lostrekt, dan moet dat daar ook. Want in het systeem is alles met elkaar verbonden. Dus je kunt niet iets lostrekken, weet je. Een factuur hangt vast aan een reservering, maar ook aan een journaalpost en ook aan de saldibalans en ook aan de statistiek. Dus alles zit met elkaar verbonden. Ja. Dus je kan niet zomaar zeggen, hé, we doen stuvizijns dat, zeg maar. Nee. Dus dat gaat gewoon niet. Dus ja, daarom zeggen we altijd van, ja, weet je, we gaan vooruit. En de ene kan dat in 6 uur en de andere kan het 8, maar als het kwalitatief goed is. En ik veroorzaak daardoor niet problemen voor mijn anderen. Maakt mij niet zo gek veel uit of jij dat nou in 6 uur doet of in 8 uur doet. Als het maar vooruit gaat en het gaat productief goed. Als jij met de pet mag hoort, en merk je dat natuurlijk snel genoeg. En we hebben wel echt allemaal mensen om zich heen zitten die vooruit willen. Dus als de eentje daarin achterblijft, dan valt dat wel heel snel op. Ook richting de anderen, dat ze zeggen van ja, maar die werkt niet door. Of die is niet bereikbaar. Of die is niet dit of dat, weet je. Dan valt dat wel op, zeg maar. Ik denk dat de luisteraars, ja, misschien ook wel, hè. We zijn niet geïnteresseerd in de ruzie die Ali en jij hebben gemaakt in de slaapkamer. Maar wel aan de keukentafel. Maar wanneer zijn jullie de afgelopen 7 jaar, hebben jullie echt eens even in de directiekamer een stevig robbetje gevochten? Even, joh, daar zijn we nu eens even over. Daar waren we het over oneens. Ook mooi om te kijken, hoe ben je eruit gekomen? Dat mag ook, maar ja. Het lijkt mij een utopie. Dat je het altijd maar eens bent. Nou ja, altijd eens, dat is het zeker niet. Maar dat ik nou zeg, er zijn enorme conflicten of dingen gebeurd waarvan ik zeg van, goh, daar staan we heel haaks tegen elkaar in. Dat eerlijk gezegd ook niet. We hebben eigenlijk allebei wel een hele zelfde visie met wat we met het bedrijf willen en waar we naartoe willen gaan. En daarom ben ik denk ik ook wel blij dat we het samen doen. Want het vergt gewoon heel veel tijd en energie. En dat is niet alleen hier. Dat is ook thuis. En dat is ook 's avonds op de bank. En, praat je dan 's avonds bij heel veel over? Heel veel, ja. Weet je, overdag zien we elkaar eigenlijk niet zoveel. Weet je, de een zit daar, de ander zit daar. En weet je, wij hebben hetzelfde als een ander. Wij komen 's avonds thuis. En dan is het, de een komt om 3 uur thuis en de ander om 7 uur thuis. Maar dan wordt eigenlijk alles nog besproken van die dag en wat er gebeurd is, al dat soort dingen. Ja. Dus dat is ook 's avonds en in het weekend. Ja. Maar dat zijn wij eigenlijk altijd wel gewend. Ja. Dat hebben we altijd daar gehad. Daar heb je natuurlijk een voordeel bij die DGA die thuis komt en waarbij de partner, of dat een man of vrouw is, geen ondernemer is en niet... Natuurlijk, en dat zal er ook over de kinderen gepraat worden, dat heb je natuurlijk wel samen. Ja. Maar het over de zaak spreken is natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel heel iets moois en iets krachtigs. Ja, dat zeg ik. Daarom ben ik ook blij dat we het samen zijn aangegaan, want dan is het ook niet zo belastend. Kijk, bij ons stopt het natuurlijk nooit. Het bedrijf stopt nooit en het werk stopt ook nooit. De telefoon staat bij ons altijd aan. Als iemand mij om 11 uur een mailtje stuurt en ik moet reageren, reageer ik om 11 uur. En maar die ethic hebben wij eigenlijk altijd gehad. Die had ik ook voor Ten Hag, zeg maar. Weet je, ik was de eerste bij Ten Hag die thuis werkte. En die de mogelijkheid had om thuis in te loggen, al dat soort dingen. Want ik kan niet... En zo zijn wij eigenlijk allebei. Dingen die je vandaag moet doen, moet je niet overzetten naar morgen. Die moet je vandaag ook gaan doen, weet je. Ik kan niet dingen laten liggen of denken, oh, dat komt morgen wel. Zo functioneer ik niet. Als ik heb gezegd, er komt vandaag een offerte uit, dan komt er ook vandaag een offerte uit, zeg maar. Ja. En als dat nog om 11 uur 's avonds is, maar hij is wel vandaag de deur uit. Maar hoe zeggen dan jullie kinderen over 20 jaar, ja, papa en mama, die waren eigenlijk altijd wel aan het werk en daardoor konden wij op de PlayStation of konden wij dit of dat doen? Nou, zo werkt dat bij mij thuis dus absoluut niet. Nee, dat? Zeker niet. We hebben voor de PlayStation dat soort dingen een heel vast half uurtje. Heeft u ook schermtijd met zijn telefoon? Ja. Die bepaalde schermtijd heeft dat wij hebben schermtijd. Nou, niet wat hij maximaal mag, maar
Ik geloof dat je het gewoon in kunt geven zelfs. Hè? Kan. Maar ja, dat vind ik dan nog een ding. Maar we hebben vaste tijd waarop kinderen op schermen mogen. Dus dat is van 4:30 tot 5:00, 4:45. En dat is meer het idee, ik moet ook koken. En dan weet ik tenminste zeker dat de een daar zit en de ander daar zit. Ja. En dat ze weinig verplaatsen en weinig kunnen uithalen in die tijd. Dus dat is een beetje gegroeid van als het dan toch moet, dan liever in mijn voordeel. Dat ik er het meest gemak van heb. Dus, maar voor de rest zijn wij daar best wel strak in. Er wordt eigenlijk niet buitenom door de kinderen gedaan. En ik denk, wij werken veel, maar ik besteed ook heel veel tijd aan mijn kinderen. Ik werk voornamelijk als mijn kinderen op school zijn en in de avonduren als ze in bed liggen. Maar als ze thuis zijn, ben ik thuis voor mijn kinderen. En 9 van de 10 keer gaat de tas in de hoek en spelen ze buiten en voetballen ze en doen ze alles. Ja, dan pak ik nog een paar uurtjes werk mee. Maar als dat niet zo is, dan ben ik thuis. En dan gaat de voetbal voor of de zwemmen voor en de activiteiten eromheen en het verhalen en vertellen en samen een kopje thee drinken vind ik belangrijker dan het werk op dat moment. En, maar ik vind ook best wel dat kinderen mogen weten dat dingen niet vanzelf gaan. En dat er ook tijd is waarin je mama even moet werken. Ja. En dat ze eventjes moeten leren dat ze zichzelf moeten vermaken. En dat er een tijd is, ja, weet je, het is tijd voor leuke en gezellige dingen. Deze vakantie waren we natuurlijk heel veel thuis. En ja, dan gaat het werk thuis wel een beetje door natuurlijk. En dan vind ik, ja, de kinderen mogen best wel weten dat dat energie kost en dat dat tijd kost. Ja. Daar is niks mis mee in een werkethiek. Als het niet doorslaat. Zit er een ondernemer in spe aan te komen? Ja, 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 die oudste van mij heeft één missie en dat is boekingspers overnemen. Kijk. Die is ook alleen opvolging maar met... Opvolging is geregeld. Dat heeft hij ook al aan iedereen verteld. En hij is directeur van Booking Experts. Want hij gaat het over. Nou, hij is nu 10, dus het duurt nog eventjes. Maar hij is er wel heel druk mee. Want hij heeft echt bewust, zeg maar, hij was 6. Toen heeft hij leren blindtypen. Want wij zeggen altijd, als iemand hier moet komen werken, en dat hij hoort natuurlijk veel, moet je kunnen blindtypen. Want je kunt niet zeggen, ik ben een heel groot, snel internetbedrijf en je zit zo achter je laptop met twee vingertjes zoekend naar de letters. Dus iedereen moet hier blindtypen, kun je het niet. Is dat het eerste wat je moet leren voordat je hier komt? Je moet kunnen blindtypen. Hoeveel ASA doe jij? In de 200 zoveel. Okay. Ja, ik kan vrij snel typen. Ja. Dus zijn missie was het allereerste, ja, als ik dat wil, moet ik leren blindtypen. Dus dat heeft hij geleerd op zijn 6e. Hij kon eerder typen dan schrijven. Maar dat was zijn, maar weet je, dat is niet, ik zeg, ja, als je dat wil doen, ik vind alleen, als je ergens aan begint, vind ik dat je het moet afmaken, of je het nou leuk vindt of niet. Ja. Je hoeft het voor mij niet, maar als je het per se wil, mag het van mij. Je moet wel eens kijken of dat kan überhaupt met die vingertjes op dat toetsenbord, maar dat ging prima. Ik zeg, maar ik vind wel dat je het af moet maken. Dan is het, maar dat is ook een beetje de drive die hij heeft. Daar heeft hij waarschijnlijk van ons alle twee wel iets van meegekregen, zeg maar. Als hij zegt, ik doe dat, dan doet hij dat. Dus hij heeft ook echt 20 weken lang dagelijks geoefend op zijn blindtypen. En is ook geslaagd met een 9 en 120 aanslagen in een minuut. Dus dat vond ik ook nogal best wel voor zo'n kleintje. Toen belden ze van het instituut nog op, klopt zijn geboortedatum wel? Want hij is wel heel klein. Ik zeg, ja, klopt. Ja. Toen hebben ze nog een interview met hem gedaan. Ze zeggen, want dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat een kind van zo'n leeftijd dat wil überhaupt. En dus dat staat bij Typetopia staat nog een blog over hem in. Ja. Want dat was wel heel bijzonder. En nu is hij bezig met een blindtype, met een sneltypecursus. Want hij kan wel blindtypen, maar dan is het voor hem nog niet snel genoeg. Dus hij is nu sneltype. Ja. En zou hij dan wat meer ook de techneut zijn? Of is hij wel echt de communicator dan? Hij kan ontzettend goed praten. Ik zeg altijd, hij praat nog eens iemand het graf in. Weet je? Hij is alleen maar het communiceren. Dat zit er heel sterk in. Hij heeft ook een enorm woordenschat. Hij had als 7-jarige taaltechnisch ontzettend sterk. Hij is hoogbegaafd, maar vooral op verbaal gebied, zeg maar. Dus hij had als 7-jarige het woordenschat van een gemiddelde volwassene. En zo praat hij ook als een volwassene. Dus dat is echt... Dat zit er al heel jong in, zeg maar. En hij moet dan dit jaar spreekbeurt houden. Maar dat gaat over boekingspers. Dus ik weet niet of kinderen dat helemaal snappen. Maar ik krijg hem er ook niet vanaf. Ik probeer al steeds... En een dier, misschien over een dier. Nee, over boekingspers en over niks anders. Ja. En hebben jullie in de afgelopen jaren echt een fout gemaakt als DGA's? Dat hebben we toen gewoon niet goed gedaan. Dat
Mis je al een soort waarschuwing naar andere DGA's. Ja, dit. Daar zijn we gewoon. Ik zie wel, kijk wel eens het programma Ik Vertrek. Ja. En allemaal die Ik Vertrek hebben ze allemaal voor als ze in het land zijn. Dan komen ze achter, oh, de vergunning is niet rond. Of de afspraken zijn niet goed gemaakt. En dus, dat lijkt bijna hè, dus de standaardfout die daar gemaakt worden. Hebben jullie dat jullie zeggen van, oeh. Ja, aan de ene kant schamen we ons er wel voor. Maar... Nou, schamen niet. Want ik vind wel dat je... dat heb je als ondernemer en dat heb je denk ik ook als ouder. Je komt vaak voor een feit en dan moet je een keuze maken. En je doet wat jou op dat moment het allerleukst, beste lijkt. En die weg ga je in en het is altijd achteraf projecteren. Was dat dan wel de juiste of was dat... Ik vind als je je echt schaamt voor een keuze, heb je niet goed bewust een keuze gemaakt, denk ik. Dus dat niet. Ik denk wel dat we in het begin misschien te veel... klanten hebben aangenomen wat misschien niet helemaal past bij je visie of missie, weet je? Dat je zegt van ja, maar goed, we moeten ergens naartoe groeien, al dat soort dingetjes. Terwijl je nu een veel beter beeld hebt van wat is nou echt de kracht van het product. En dat je daar nog veel sterker in wordt, zeg maar. Sorry. Stop, Siri. Stop, ja. Dus dat je dus daar... Je hebt toen als klanten aangenomen die eigenlijk nou ja, klanten had moeten aannemen. Ik sta nog steeds achter die keuze wel. Maar ik denk wel dat het ene product, dat ons product zich misschien beter leent voor een klant A dan voor een klant B. En dat je daarin nu ook wel sterk zegt van in het begin heb je misschien veel meer van ja, we moeten alles kunnen bedienen. Terwijl je nu juist zegt van ja, misschien moet je dat helemaal niet willen. Moet je je echt richten op een bepaald iets. En daar gewoon heel sterk en heel goed in zijn. En laat een ander de rest maar pakken. Want dat past helemaal niet zo goed bij ons, achteraf gezien. Hebben jullie wel zeepertjes gemaakt? Wat? Hebben jullie wel zeepertjes gemaakt? Wat is een zeepertje? Uitgeleiders? Nee, dat heb ik... Niet dat ik dat als een uitgeleider zie of zo. Nee. Dat ik weet dat we met elkaar belden een paar maanden geleden. En toen zei ik, nou, hier, mensen werken nu vooral thuis. Of eigenlijk alleen maar thuis toen. Mm-hmm. We waren op zoek naar een grotere pand. Ja. Maar we gaan nu toch ergens over nadenken van, nou misschien mogen we naar wat kleiners toe. Ja. Wat is jouw visie? Waar gaat het naartoe? Gaat het naar 50-50? Gaat het naar 60% thuiswerken en 40% op kantoor? Wat is jouw inschatting? Ik denk die 60-40% dat een inschatting is waar mensen zich het meest comfortabel bij voelen. Dus het wel het contact hebben met je collega's, maar dan ook thuis wel lekker je eigen gang kunnen gaan en in je sportoutfitje achter de laptop kunnen zetten in plaats van in je goede pak. Dat is waar het personeel zich gemakkelijk bij voelt. Wat ik als persoon, zeg maar, zou daar anders in staan. Moet ik het toch wel graag zo'n mensen een beetje om je heen hebben. Nou, weet je, het personeel wil dat graag. Weet je, en daarvoor moet je op. Maar als ik kijk, zeg maar, naar de maatregelen die er zijn, al dat soort dingen, zou ik veel meer zeggen, doe het niet. Werk gewoon vanuit huis. Maar goed, ik heb enorm veel om mij heen thuis. Maar je hebt ook mensen die zijn alleen thuis. En dan kan ik me voorstellen, dat merkte ik toen nog wel eens met Ali, toen ik bij Ten Hag werkte en hij thuis werkte. Dan kwam ik thuis, dacht ik, oh heerlijk, ik ben thuis. En hij dacht, oh kom, we gaan even weg, want ik ben de hele dag al thuis. Weet je, en dan was dat, dan gingen we ergens snel wat eten of wat dan ook, weet je. Want hij zat al de hele dag in huis en ik was de hele dag weg en was blij dat ik even thuis kwam. En hij dacht, ik zit de hele dag al in die kamer, kom, we gaan even weg, weet je. Dus dat is wel het verschil. Kijk, als ik thuis werk, er gebeurt bij mij constant iets, weet je wel. Helemaal als je thuis werkt en de kinderen zijn ook nog in huis. Maar ik kan me voorstellen dat als je dat niet hebt en je zit de hele dag in huis en je hebt dan ook niet iets dat je s'avonds naar huis kunt gaan, dat lange dagen zijn en dat je dan wel heel veel binnen bent, zeg maar. Dus wij zeggen dan ook tegen mensen, joh, weet je, eigenlijk moet je gewoon 's ochtends voordat je dan gaat beginnen, loop even een rondje blok en ga dan aan het werk. En s'avonds ook, loop even een rondje en kom dan thuis, weet je wel. Als je thuis werkt, om daar toch een beetje het idee te hebben van, hé, ik ga niet werken in je woonkamer, maar ergens anders. Dat je dan toch nogal wel een woonkamer hebt, zeg maar, weet je. Ja. Maar, dus ik kan me voor personeel wel vinden in zo'n 60-40 regeling. Zelf zou ik dat anders indelen. Maar ik vind wel dat je daarin moet luisteren ook naar wat prettig werkt voor de mensen. Ja. Ik heb twee vragen voor je. Wat is nou in dit bedrijf de afgelopen 3 jaar gebeurd, waarvan je echt zegt, daar zit het DNA van Maureen in. Dat is wat dat durf ik echt wel op mijn naam te zetten. Ja, dat hebben we kunnen bereiken.
Ja, ik denk best wel de snelle groei die we als bedrijf hebben meegemaakt. Ali is heel erg het grote plaatje. Die ziet nu al wat wij over 5 jaar zijn of over 10 jaar zijn. En daar zit hij ook al in zijn hoofd. En ja. Ik zit nog hier, zeg maar. Ik ga mee in dat verhaal en ik weet ook zeker dat we daar over 5 jaar zijn. Maar ik ben meer van hier en nu. En hoe ga ik dat hier en nu daar naartoe brengen, zeg maar. En dat hebben we dus 3 jaar geleden gehad. En toen komt het personeel en toen gaat het in 1 keer heel hard met personeel. En dat moet wel begeleid worden in de plek zitten. En Ali zit al daar. Is hij dan de visionair en jij de stratege? Ja. Ik ben echt van nu en hoe gaan we dat dan doen en hoe gaan we dat dan vormgeven dat iedereen daar ook zich comfortabel en goed bij voelt, zeg maar. En dus dat je als personeel, als groep zijnde hecht bent met elkaar, daar zit wel echt mijn kracht in. En Ali is wel echt, zeg maar, dat ik zeg, ja, die is nu al bezig met het internationaliseren en het hotelproduct en het over 5 jaar en over 10 jaar en investeerders en dan gaan we dit doen en dat doen en dat doen en ik ben nog oké. Ja. Nou, dan zijn jullie een gouden koppel, Maureen, kan ik het niet anders zeggen. Ja, het voelt ook wel zo. Hè? Ik ben nog steeds heel erg happy met de keuze die we gemaakt hebben. Echt om het te doen, want ik vond dat best wel heel spannend. Ook om een bedrijf te beginnen. Yeah. In een markt waar ik totaal niet in thuis ben. Ik was wel natuurlijk wel heel erg van het comfortabele, het regeltjes en de wetjes en dat soort dingen. Daar was ik wel heel erg goed in. Maar ja, het los zijnde van een visie en daar een concept omheen bedenken, dat had ik natuurlijk nog niet echt gedaan. Ali heeft jou goed begiftigd, zal ik maar zeggen, dat je het zag zitten. Nou, de laatste vraag. Welke ultieme tip zou jij willen geven aan andere DGA's? Ultieme tip is belangrijk is wel om te luisteren naar anderen, maar om je niet van je pad te laten brengen. Ik denk wel dat wat ons groot heeft gemaakt, zeg maar, is, wij hadden een hele duidelijke visie en ik ben heel erg altijd wel kijkende en luisterende naar wat een ander doet en wat een ander denkt. Maar en wat een ander doet en wat een ander denkt is niet bepalend voor mijn bedrijf. En wij hebben ook wel bepaalde cursussen in het bedrijf gewoon genomen van, nou ja, dat doen we bewust niet, omdat dan kan ik mijn eigen ei niet meer kwijt, zeg maar. En zolang jij je niet meer zelf happy voelt in je eigen bedrijf, maar je laat sturen door meningen en toedoen van anderen, daar waren wij ook niet zo ver gekomen als wat we nu, het idee, waar we nu zijn, zeg maar. Dus ik zou zelf zeggen van, ja, weet je, blijf ook vooral bij jezelf. Waar je eigen visie en je eigen ding, want niemand kan in jouw hoofd kijken en zeggen van, dit is wat jij moet doen, weet je. En iedereen die kijkt vanaf de zijlijn en geeft een bepaalde visie. En als je met alle winden meegaat, dan misschien kom je er wel, maar nooit zo heel snel. Dus hou je eigen koers vast. Ja. En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik wens je nog een fijne dag. Hoi!